Vorige week stond de wedstrijd tegen AZ op het programma. En of het nou een ronde goot lag of niet, eindelijk werd er weer een keer gewonnen. Deze week wordt er gespeeld tegen Heerenveen en het is duidelijk wat er van de ploeg verwacht wordt. Ja, dat is één ding. We moeten winnen. En, duidelijker kan het niet zijn wat dat betreft. Dus het is ook makkelijk zat. Aan de voorbereiding is dan ook maar weinig veranderd. Ja, net zoals vorige week. Gewoon een normale voorbereiding. Nabespreking zou het begin van de week. Nu vanochtend voorbespreking richting Heerenveen. En ja, normale week. Vandaag even kort 11 tegen 11 gespeeld. Morgen een rustige training en dan gaan we zondag naar Heerenveen toe. Naar deze wedstrijd wordt niet anders toegeleefd dan bij eerdere wedstrijden. Nee, ik heb niet het gevoel van dat het anders is dan vorige week. Kijk, we weten wat we moeten doen. We moeten winnen. En daarnaast moeten de uitslagen nog meezitten. Dus, maar goed, we moeten naar onszelf kijken. En we moeten winnen. En daar zullen we alles aan doen. De Groot wil nog niet denken aan de na-competitie. Nee, dat denk ik niet aan. Ik denk alleen aan Heerenveen. En wat er daarna gaat gebeuren of gaat komen, dat zien we dan wel weer. Er wordt zondag dan ook niet gekeken naar de stand bij andere wedstrijden. Nee, dat heeft helemaal totaal geen zin. Wij moeten winnen en dat is het enige wat telt. Dat we 3 punten halen. En de rest zal meegenomen zijn op het moment dat die punten laten liggen. De intentie bij de wedstrijd tegen Heerenveen is dezelfde als tegen AZ. Ja, we hebben een intentie om in ieder geval vooruit te spelen. Om kansen te creëren, daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. En om te scoren, want wat ik al aangeef, je moet goals maken. Maar het is niet zo dat we gelijk vanuit de organisatie naar voren gaan hollen en dan het hele huis opengooien. Nee, we proberen vanuit de gedegen organisatie te voetballen en van daaruit kansen te creëren. En op het moment dat het nog lang gelijk staat, in eindfase, zullen we dan wat meer risico moeten nemen. Volgens NEC-watcher Gerard Borgman is het maar goed dat de club vorige week gewonnen heeft. Nou, je kunt wel merken dat het zo'n overwinning is. Je kunt heel veel praten over tactiek, over psychologie in voetbal. Het beste wat werkt is een overwinning. Dat merk je ook hier bij NEC, dat die 2-1 tegen AZ, dat heeft al een enorme boost gegeven. Je merkt toch opluchting in en rondom de ploeg, dat het besef er weer is van we kunnen nog wedstrijden winnen. Nou, dat zal zondag in Heerenveen dus ook moeten gebeuren. Hè. Wil NEC de na-competitie nog ontlopen? NEC is ook afhankelijk van Sparta en Roda JC. Roda JC moet verliezen in Arnhem. Sparta moet verliezen in Deventer. Sparta mag niet winnen in Deventer van Go Ahead. Wil NEC de na-competitie ontlopen? En ik denk dat als NEC er zelf in slaagt om te winnen in Heerenveen, dat de ploeg dan een goede kans heeft op het ontlopen van de na-competitie. Maar die wedstrijd zal lastig worden, denk ik. Het is volgens hem dan ook begrijpelijk dat de trainer voor dezelfde opstelling gekozen heeft. Nou, dat is wel logisch. Kijk, er komt een nieuwe trainer, of trainersduo rond de Groot, Patrick Pothuizen voor de groep. Die hebben meteen gezegd, we willen de jongens wat vertrouwen geven. We gaan in een vaste samenstelling spelen. Nou, als je 7 wedstrijden op rij verliest en je wint daarna de eerste wedstrijd, zou het heel onlogisch zijn als je die opstelling vervolgens weer gaat veranderen. Dus dat is wel begrijpelijk dat hij voor dezelfde 11 kiest. Volgens Gerard Borgman moet NEC niet te veel naar de andere wedstrijden kijken. Nou, dat is ook heel makkelijk natuurlijk voor hun, omdat het uitgangspunt heel simpel is. Je moet gewoon winnen. En als je wint, daarna kun je kijken wat de andere uitslagen zijn. Maar het heeft geen zin om andere tussenstanden te volgen, want voor jezelf verandert er toch niks. Gelijkspel of een nederlaag betekent na-competitievoetbal. Zeker na competitievoetbal. Dus ze kunnen maar 1 ding doen, dat is voor de winst gaan. En dan hopen dat het op de andere velden heeft meegezeten. Zondag om 2:30 in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. SC Heerenveen tegen NEC.